natuurlijk tweede paasdag. Vandaag is ook 1 april, dan mag je grapjes maken. Mega druk op de kermis in Roosendaal. Hallo allemaal, wij zijn in Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is natuurlijk tweede paasdag. En Eline is vannacht helemaal alleen begonnen om 3:30. En het is nu 5:00, ik ben net binnen en het brood zit in de puntenkast, zoals wij dat noemen. De eerste kadetjes gaan op de bakplaat. Het worstenbrooddeeg staat aan, hier liggen de tarwe kadetjes. Dat is heel de planning, dat is een beetje een bende. Dan gaan we even strak trekken. En kijk, de twee deegmachines staan aan, rozijnenbollen en worstenbroodjes. Goed gedaan hoor. Ja, heel goed gedaan van jou. 17 jaar. Nou, ik ga helpen. Ik ga het ding wegleggen en... En wat ga je doen vandaag? Het werk zit erop voor mij. Eline, die is er nog wel. Die werkte af, die wilde dat graag. Junior heeft nog even geholpen. Laat zien wat jij gemaakt hebt. Ik weet niet of het nog heel is. Junior heeft koekjes gebakken in de bakkerij. En de letters van zijn naam, hè? Niet allemaal. Ik bak er wel gewoon één. Ja, maar de letters, ze zijn al op, hè, heel veel, hè? Wat je met Eline even gemaakt. Dit is de letter. I? Ja, goed zo. De I van Junior, alleen het was de U, denk ik, die afgebroken is. Dat snapt hij niet. De U van junior. Zit de U in? Letter U. Of misschien was het deze. Of de N, kan ook nog, ja. Dat die afgebroken is. Nou, maakt niet uit. Nee, ik had die gepakt. Oh, die had je al op. Dan was dit een U of een N. Ja. En toen was het nog heel stil op straat. Want alle mensen slapen nog bijna. En jij vindt jammer dat Paas al bijna voorbij is? Ja, dus 2 dagen is het paas, zondag en maandag. En vandaag is het ook 1 april, dan mag je grapjes maken. Ja. Gaan wij op de paas grappen? Ja, niemand trapt daar maar in bij ons in die grappen. Vroeger nog wel, maar... Ik ben benieuwd of ze nog een grapje uithalen met mij vandaag. Met 1 april moesten wij op die oude bank zitten. En toen hadden ze allemaal water over ons gegooid. Oh ja, dat was een TikTok toen. Had ik gedaan. Toen gooiden ze water over mij. Dat is heel lang geleden. Ja. En mij? Ja, ik deed het over jou, maar toen deed ze mij eigenlijk helemaal nat gooien. Dat is waar, ja. Maar hoe deed jij het over mij? Ja, dat was een grapje. Een TikTok. Van de bakkerij naar de kermis. Hoi. En de planten die waaiden allemaal elk jaar. En teleur zijn we nog geweest. De planten waaiden elke keer rond, dus we hebben nu even een diepe gat gegraven. Hopen dat ze nou wel blijven staan. Jullie mama's dat ding, hè, plantjes, hè. En het is mega druk op de kermis in Roosendaal. Het is echt een hele. Ja, we gaan lekker in attracties. Ze zegt, ik vind dit de leukste kermis die er bestaat. Maar eerst gaan we in de draaimolen. Dat is goed. Die is heel hoog. Kijk. Ja, dat is een reuzenrad. We gaan in de reuzenrad. Ja, wil je daar? Door het reuzenrad gaan? Nou, kom. Nee, jij bent ook in het filmen, dan kan ik filmen. Ja, durf jij er ook in? Ik ga niet in de reuzenrad. Durf je niet in de reuzenrad? Nee, ik vind het zo attracties. Zeker deze kant, want ik vind het helemaal niks. Deze is echt heel leuk.
Nou, van de kermis springen we zo. Oep. Naar het bakplaten. Naar het bakplaten. Over de nomen zijn. Hier worden de voorbereidingen getroffen. Ja, dus zijn de vleesje voor de kinderen en de andere zijn de vleesje voor de groot. Nee, ik kom met de kinderen meedoen. Ja, jij komt met de kinderen meedoen, ja. En die kleintje wilde toch alleen maar pannenkoeken? Ja, maar die pannenkoeken de slachting even maken, ja. Van Liep en Jullie ook. Lekker de mini broodjes van de bakkerij. Ja, ik was zaterdag was ik met Elie de boodschappen doen. Bij de supermarkt en toen hadden we iets van hummus gepakt ook. Ik zei, oh ja, ik moet nog eventjes broodjes bestellen bij de... Of ik moet even brood bestellen. En ze keek me zo aan. Ik zei, ja, bij de bakker. Moet ik even brood halen. Oeslag. Lekkere mini broodjes. Nou, pinta kan je wel bakken, maar dan gewoon als brood. Ik heb gezegd eten, dus ik ben benieuwd of ze er al aankomen. In de WhatsApp-groep van ons gezinnetje. Ja. Die WhatsApp-groep heet ook ons gezinnetje. Ja, dat klopt. Ik weet niet wie het toen heeft aangemaakt. Weet ik eigenlijk ook niet. Een van de kinderen. Ja? Ja. Wij zijn lekker aan het bakplaten en er is vandaag gewoon nog geen 1 april grap uitgevoerd. Ja, het is ook een warme dag. Ik had een heel leuk idee, die had alle papa zeg maar, dat heb ik maar niet gedaan. Wat was dat dan ook alweer? Dat is een kip curry. Oh. Wat dan? Ah, we hebben zo'n grondstofje in de ijskeuken, dat lijkt op kip curry. Had hij in een bakje willen doen. Dat lijkt heel op kip curry. Dat lijkt er echt niet op als je dat als weer, dat is veel geel hoor. Ja, de kleur zo qua uiterlijk wel, maar ja, met die stukjes erin. Ik zou maar even een bakje doen maken. Ja. Nou, opa en oma zijn er ook gezellig. En er zijn weer heel veel paddenkoeken. We hebben kapotte bakplaten, wat in één keer gespeeld. Ja, dus we hadden gelukkig nog een reserve liggen. Wat kleiner, hè? We zijn er al veel beneden aan bij ons, hè? Ja. Die dingen kosten ook geen dromen tegenwoordig. Nou, wilt er nog iemand iets vertellen over Pasen? Ik heb vandaag gewerkt. Ja, ik heb gewerkt. Heel goed. Heel goed gewerkt. En lekker bonbon en nog een snoepje. Ook? Ja, als jij bonbon op. Wat voor werk had je gedaan? Hij begon met vegen en toen met huilen. Hij begon met vegen, met huilen daarna vegen. En toen... koekjes gemaakt? Nee, en met deegspeel. Deegspeel? Dat is niet echt werk, hè, spelen. Moet je de deegpin laten halen. Nee, de deegpin is echt een 1 april grap die we niet meer uit kunnen voeren. Elk jaar met 1 april, dan komt de leerlingbakker. Die sturen wij dan om een deegpin naar de collega bakker in het dorp. En dan komt hij bij de collega bakker aan en dan zeggen ze altijd, we denken dat ze een grapje met jullie maken. Maar helaas is de collega bakker gestopt, dus we kunnen het grapje niet meer uithalen. Dus we kunnen niemand meer om een deegpin sturen, want er bestaat niet een deegpin. Dan zeggen we, dan wil je even de deegpin gaan halen bij bakker Hopstaken. Dat was een andere bakker bij ons in de straat. En dan liepen ze daar naartoe en dan kwamen ze terug en dan zeiden ze, ah, 1 april. Alleen dan hoop je dat ze naar een andere bakker sturen. Ja, er zit nog een bakkerswinkel, dus op mijn hoop was altijd een beetje... Stuur ze dan naar de andere bakker, want deze daar niet. Dat zouden wij doen. Wat is het probleem niet? Ik vroeg aan een boeien dat ik mij niet op eten. Kijk hier, Elines. Kijk, Elines. Er heeft niemand gehoord. Het was een beetje druk aan tafel. Dan hoorde je alles, hè? Nou, dan hoor je wel, maar die praten jou na. Kom maar. Ja, die praten jou na. Hij wil het ook napraten. Ja. Dan hoor je wel. Ja. Stoute grote naald. Misschien heb ik wel gewoon haar. Het is opgelost, hè? Maar lekker een beetje stropen op, hè? Beetje. Nee, oh, ja, een beetje. Kijk, nou, Junior doet altijd een beetje een flesjes leeg. Ja, nou, jawel. Junior is een stroopje. Dat maakt niks uit, hoor. Kun je helpen? Nee. Hier. Is het maar lekker? Oh, zo hé. Dit
Ik kan je wel goed. Ik moet maar een beetje afkunnen. Is genoeg mannelijk moeder ook nog. Nee, je poeft een schoot niet, je poeft alleen poetsen. Luister is gewoon. Ja, Junior, dat is heel veel. Ja, hè? Dat is genoeg. Hier, poeier zaken op. Dat is genoeg. Je moet heel rustig. Je moet eigenlijk een grote gaatje juist openmaken. Heel ja. Junior, kijk, ik ga het jou leren, ja? Zo. Dan doe je heel rustig. Kijk maar hoe goed nou het kan, er komt niks uit. Oké. Ik heb het al zelf op. Dus mag ik niet eten. Ja. Nee, ik mag niet helpen. Ik kan het zelf. Nou, dat is wel gauw. Hij mag niet open. Oh, dat is niet open. Hey, ik heb er net vandaag open. Helemaal avonturen die je van koopt. Hij is echt ziek. Ik onder het bed. Ja, genoeg. Ik heb er maar een mannenlief. Nou, kijk, daar kus je dan. Is ze hier? Het is heel warm. Maar voor jou snijden of zo? Omrollen. Nou, dat gaat niet heel makkelijk. Ik heb te veel opgedaan. Wat? Gewoon opeten. Het is inmiddels 10 uur. En wij zijn nog even lekker in de jacuzzi geweest. We zijn een televisie gekeken. Hele bijzondere serie aan het kijken. Ja, de serie staat op nummer 1, hè? Free Body Problem, zo heet het of zo. Oh, okay. Ik vind het een lastige, jij vindt het leuk. Ik vind hem beginnen wel science fiction. Was hij niet zo, maar nu is hij leuk aan het worden. En het is wel leuk, we hebben een wifi-slot. En de televisie, die staat op 10 uur op het wifi-slot. Dus wel echt zoiets van, ja, nou gaat hij maar uit ook, we gaan lekker slapen. Ja, anders moeten we op de andere wifi. We hebben een volwassen wifi, zeg maar, en een kinderwifi. Ja, maar dan heeft de andere wifi de keer niet goed gedaan. Ja, en dan hebben we hem op de... Zo, ja, lekker gewoon naar boven. Ja, lekker op tijd slapen. We hebben een heel druk weekend gehad. En morgen de kinderen weer lekker naar school. Nou, verder valt de week wel mee qua drukte. Maar ja, een kinderfeest van junior. Als het nou heel goed weer was geweest, dan hadden we wel een hele drukke week. Nou, jij moet nog even het weerbericht kijken, want het wordt zaterdag 22 graden volle zon. Maar er zitten ook nog 2 regendagen in van de week. Dus je moet even zelf beslissen dan moet ik of het nodig de is. De ijsplanning opmaken. Ja. Ja, dit was een dagje uit ons leven. Zonder grappen. Ja. En jij zat er net iets te lezen en jij zei, nou, dat was leuk. Hoe dat was kan dat moeder. Nou? Nee, ook niet. Ja. En met die leraar, op TikTok. Een moeder die had kinderen naar school gebracht vandaag. En die kinderen allemaal van, kom snel. Die hadden wij ook kunnen doen. En een andere, dat was een TikTok-leraar. Die had een brief gehad van de overheid dat hij niet meer mocht TikTokken. Ja, hij zegt tegen mij, ja, nou, dat kan toch niet. Moet je nou kijken. En dat toen ook weer met half weet jouw verhaal. Ja. Oh, ik weet het al. Ja. Dit was een dagje uit ons leven. Tot de volgende keer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Houdoe.